Niet zo benieuwd, we kiezen hoe het allemaal zou gaan, maar ik heb er weinig vertrouwen in. Oh, Min, ik ben wel blij dat je toch de stap genomen hebt om naar de buurvrouw te gaan, hoor. Nou ja, ik doe dat voor jou een keer, zo wacht even, Richard, je zal de telefoon met mijn Jaspers. Ja, goedemorgen, nee, Richardje. Kijk lang, goedemorgen, nee. Ja, goedemorgen, Richardje. Ja, we staan op het punt om bij de buurvrouw aan te bellen, nee, Richardje, bij Annemiekske, nee. Ja, die buurvrouw mag altijd bij overhoop ligt, hé. Maar ja, ze heeft goed gemaakt. En goed, we gaan gewoon proberen weer een nieuwe start weer verder te gaan, hé. Al heb ik er wel een betekening over. We hebben een paar cadeautjes meegenomen voor de verjaardag, dus de kies ik heel aangebeld. Ja, ze komt er al aan. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben ik. Kom, minder dan nou. Nou, dan nog niet deur, hè, dat je jarig waar, hè. Genodig ons er niet voor niks zet. Amin, doe nou eens rustig. Welkom, lieve buurtjes. Wat fijn dat we de storm weer geklaard hebben. Nou, niet voor het hier of daar, maar er wel onze kies te danken, hoor. En ik heb lekkere gebakjes in huis gehaald. Nou, Annemiek, ik zie nog wat anders lekkers. Nyum. Zou je wel even je hand uit mijn décolleté willen halen? Oh, ja, sorry. Hij floept er zomaar even voor elkaar daar. Kies, doe er in de bouw, want anders ben ik eens weer te waard kwijt, hè. Dank je wel, Kees, voor de mooie vingerplant. Ja, ik dacht, ik zal een mooie vingerplaat voor mij nemen. Maar wel een hele speciale, want er is er jenne die kan zijn haar niet thuis houden. Al is het niet zo mijn smaak. Toch bedankt. Onze keer is sowieso gesproken, Annemieske. Hey, maar kijk eens wat vinden van mijn cadeauke. En buurvrouw, een cactus? Ja, ik vond het wel een paar toepasselijke cadeauke. Au, ja, die dingen prikken, au, dat is normaal, au, met die cactus. Wat een grote stekel zitten eraan. Waarom is dat nou weer? Ja, ik zei ook al tegen... Kees, daar ben je niet mee bemoeien. Een cactus, die heb ik jou speciaal gegeven, Annemieske. Dat is nou echt het beeld wat ik van nou heb. Hé, hey, ben ik zelf ook een pinekel. Gelukkig, hè? Ben ik het eigenlijk alweer helemaal zat naar jullie. Ja, het is onze Kees. Komt daar expres met zo'n stomme, stekelige cactus aanzetten. En Kees kan niet van mijn lijf afblijven. Het kan nooit goed komen tussen ons. Nooit normaal. Van leven, worden dat. Weet je wat jullie doen? Het nooit weer. Nooit goed. Nooit. Het is altijd warm met jullie steltje, oude gekken. Ik ben beu. Wegwezen jullie. En nooit meer binnenkomen. Nou, Mien. Ging het toch goed voor elkaar? Ik zit ook Kees, dit wordt niks, dit wordt geen succes. Nou, ze bekijken het maar. Richardje, we gaan ophangen, we gaan wat andere dingen doen. Dan kunnen we ons tijd wat beter besteden. Allemaal een heel fijn weekend allemaal. En we spreken elkaar denk ik volgende week wel. Ja, tot volgende week. Ja, adoei. Adoei.